Foto Qatar Airways, Twitter. Een vliegtuig van Qatar Airways heeft zondag een noodlanding moeten maken in Indonesië omdat een vrouw had ontdekt dat haar echtgenoot haar bedroog. Daarop ontstond zo'n ruzie dat de piloot dit nodig achtte de noodstop uit te voeren om erger te voorkomen. Het vliegtuig met vluchtnummer QR962 was zondag onderweg van de Qatarese hoofdstad Doha naar Denpasar in Indonesië. Toen de man in kwestie even lang te slapen, nam zijn echtgenote zijn smartphone en ontgrendelde ze het toestel met zijn vinger. In de smartphone vond ze een hoop berichtjes waaruit duidelijk werd dat de man een affaire had met een andere vrouw, omdat er zo'n hevige ruzie ontstond en het boordpersoneel er niet in slaagde het koppel tot bedaren te brengen, besliste de piloot om een noodlanding te maken in het Indische Madras. Daar werden het koppel en hun kind dat meer is te van het vliegtuig gegooid. Ze moesten hun reis op een andere manier verder zetten. Durante el velo, ella desplocó celular mientras el dormía. En ganabala, se armó la del Rosario de Amozoc, sucedió ayer velo doa Bali. pic.twitter.com 492 Guillermo Grinch @Guillermo Buur 6 november 2017.